Hi, goedemorgen. Hi. Goedemorgen. Hi. Fijn dat je er bent. Ja. Dit zijn niet de Wimmener Duinen. Nee, nee, we staan net niet in de Wimmener Duinen. De Wimmener Duinen die liggen net iets zuidelijker. Ja. En we staan hier op Des Herenweide. En Des Herenweide, dat is zeg maar vlak langs de Woudweg. Ja. De weg van het woud naar Berg aan Zee. En hier staan we op een voormalig speelveld. Wat omgetoverd is tot vochtige natte duinvallei. En dat heet dus Des Herenweide. Een heel oud stukje landbouwgebied. Ooit van vroeger al. Stond al rond 1800 op de kaart. Werd toen gebruikt als landbouwgebiedje. Ook om vee te laten grazen. Zwart-wit vee heeft er ooit gelopen. Nou ja, nu lopen er hooglanders. Dus... En die hebben het zeer naar hun zin. Ja, ja, die zijn... Verkoelend in het water. Die gaan in bad vandaag. Genoeg te eten. Ja, ja, genoeg te eten. Ja. Hoe zijn ze hier gekomen, Luc? Nou, we hebben ze uitgezet. En dat was helaas noodzakelijk kwaad. Het is zo dat de duinen in het algemeen, hè, ik praat even over het Noord-Hollands Duinreservaat, maar eigenlijk alle duinen van de Nederlandse kust, die worden bedreigd. Vooral door stikstofdepositie. Stikstofdepositie, dat daalt neer op onze bodem. Nou, en eigenlijk moet je één ding onthouden, van duinen horen zo arm mogelijk te zijn. Hoe armer, hoe mooier. Ja. Nou, als er stikstof invalt, betekent dat die duinen verrijken. Want stikstof is een voedingsstof. En het is vooral een voedingsstof voor grassen en struiken en dat soort dingen. Op zich zou je zeggen, nou, is toch mooi, dan worden die... He, we hebben het wel eens over de grijze duinen. Dan worden die grijze duinen toch groen. Dat is toch mooi. Dan bloeit alles en dan doet alles. Is ten dele waar. Dan eigenlijk groeit het gebied zo hard dicht met gras en met struweel. Dat eigenlijk alles verborst uiteindelijk. En dat alle planten die van oorsprong in de duinen thuis horen, dat die verdwijnen. Ja. Want die horen juist op die hele arme grond, op die zandplekjes. Ja, ja, daar vinden zij hun plek. Ja. En nou, dat willen we dus niet. Nee, dat zou zonde zijn. Daar hebben we jaren gelukkig konijnen voor gehad. Waar zijn ze? Ja, de konijn is echt, zeker dit jaar is het dramatisch met het konijn gesteld. Het is echt heel slecht op dit moment met de konijnen. En dat heeft meerdere oorzaken. Maar de grootste oorzaken, dat zijn de konijnenziektes. Dus mensen hebben ziektes ontwikkeld om konijnenplagen in Australië tegen te gaan. Die zijn via tamme konijnen, want die zijn er ook... die kunnen ook ziek worden. Ja. En is het meegekomen hier naar Nederland en eigenlijk heel West-Europa. En is ongeveer 95% van alle konijnen zijn nu dood. Ja. Dus we hebben nog heel weinig over. En... Dat kan ik me van vroeger wel herinneren, dat er dan een konijn liep die blind was. Ja, ja, dat is myxomatose. Ja, dat is een bekende ziekte die nog steeds in de duinen voorkomt. Oh ja. Ja, ja, en daarbij ontsteken alle uitwendige organen. Dus die worden inderdaad blind en die gaan uiteindelijk dan ook dood aan longontsteking of aan, noem het maar op. Ja. En een blind konijn is natuurlijk ook een makkelijke prooi voor de vos of de havik of noem maar op. En daarna komt er ook het VAS-ziekte bij. En daar is nu net een nieuwe, een nieuwe afsplitsing van. Nou ja, daarvan zijn ook weer heel veel konijnen aan dood gegaan. Dus het virus heeft zich gemuteerd, zeg maar. En het is wachten tot het konijn immuun wordt. En dat heeft gewoon een hele lange tijd nodig. En zolang die ziekte steeds weer blijft muteren, ja, blijft het cirkeltje rondgaan. Ja, en dan durf je ook geen konijnen uit te zetten uit een ander gebied. Zijn we nu mee bezig. We zijn een groot onderzoek gestart. En we zijn dus aan het kijken van wat is er allemaal voor nodig om konijnen uit te zetten. Maar je moet ook weten van welke ziektes hebben wij dan precies. En eigenlijk is het plan straks om konijnen uit te gaan zetten die schade veroorzaken. Dus denk aan begraafplaatsen, denk aan viaducten, dijken. Dat soort konijnen die daar een plaag zijn of die het daar wel goed doen. Die kan je vangen. Nou, die kan je dan hier uitzetten. Dan enten we ze in tegen die ziektes. Dat kan. Okay. Dus dan zijn ze in een jaar ziektevrij. Ja. Maar je moet ook bijvoorbeeld, je zet ze in een gebied uit wat ook geschikt moet zijn. Waar ook een hol moet zijn. Dus je moet ook kunstburchten maken de eerste jaar. Je moet dat ook afhekken voor de vos. Want zo'n beest die zit hier dan en die heeft even geen natuurlijk gedrag van hé, waar moet ik heen als die vos komt. Nee, er zitten heel veel haken en ogen aan. Maar goed, we willen het wel, want we willen dat konijn heel graag terug. Ze horen er meer bij als de hooglanders. De hooglanders en paarden, hartstikke leuk. Maar het is eigenlijk een beetje een noodgreep om toch die duinen op peil te houden. Ja, maar toch al een heel vertrouwd beeld in dit gebied. Inmiddels wel. Goeie. Ja. Paarden zien we nu even niet.
maar die lopen hier. Ja, de paarden zijn er ook. Er lopen dus ook in dit gebied, dat noemen wij integrale begrazing. Dus we hebben het hele gebied afgehekt, zeg maar, tot aan Egmond aan Zee, of bijna tot aan Egmond aan Zee. De duinlandjes zitten daar natuurlijk niet in. De huisjes zijn eruit gehaald. Maar voor de rest zit al het gebied erin, tot aan Berg aan Zee en toe. Dus één hele grote oppervlakte. En waarbij de dieren dan zich, zeg maar, overal door het gebied heen zichzelf kunnen verplaatsen. Dus het vee bepaalt zelf waar het staat. En het is wel vee, het is geen wild. Dat is wel even een hele duidelijke. Ja. Het is ook zo dat het vee, dat denken heel veel mensen, dat het van PWN is. Maar het vee is absoluut niet van PWN. Wij zeggen van schoenmaker hou je bij je leest. En wij zijn gerust wel goed in natuurbeheer, denk ik, als ik dat zeggen mag. Maar wij zijn geen boer. Dus wij hebben niet zo heel veel verstand van vee. Dus dat moet je bij een boer laten. Dus wij zijn met boeren uit de omgeving een soort samenwerking aangegaan. En waarbij wij zeggen van wij zorgen voor de rasters, dus de hekken. Wij bepalen het vee en wij bepalen het aantal wat er loopt. Maar voor de rest is de boer gewoon eigenaar van het vee. Dus en ook verantwoordelijk voor het vee. Ja. En het is ook zo dat als er bijvoorbeeld zo'n Schots hooglander hier doodgaat, dan is de boer ook verantwoordelijk om het beest af te voeren. Die moet de boekhouding doen. En voor de rest werken we nauw samen en gaat eigenlijk hartstikke goed. Ja. Voor de boeren zit de winst aan en voor ons. En we hadden het net over konijnen die dan eventueel worden uitgezet en eerst worden ingeënt. Worden de koeien ook ingeënt? Nee. Deze Schotse hooglanders die zijn eigenlijk puur natuur. Ik zeg altijd, als je dit vlees zou eten, dan is het schoonste en het beste vlees wat je eet. Ik bedoel, die Schotse hooglanders eten alleen maar kruiden. Dat is natuurlijk het mooiste voedsel wat er is voor die beesten. Ja. En zo helpen ze ook mee aan de verspreiding van allerlei planten. Dat doen ze door middel van hun vacht, maar ook door middel van hun uitwerpselen. Dus de zaden en bessen en pitten wat ze eten, poepen ze natuurlijk verderop weer uit. Mooi mestbodempje. Ja. Dus zo helpen ze ook mee met de verspreiding. En wij enten ze verder niet in. Maar nogmaals, het is wel vee, het is geen wild. Dus je bent wel verantwoordelijk voor het vee. Dus je moet wel zorgen dat die bijvoorbeeld dat de hoeven op tijd gekapt worden, mocht dat nodig zijn. Ja. Maar eigenlijk het grootste verschil is dat we er eigenlijk geen ontwormingsmiddelen en dat soort dingen. Ook in onze paarden gebruiken we dat niet. Wat natuurlijk wel heel veel bij andere paarden gebruikt wordt. Ontwormingsmiddelen, nou dat is echt, dat moet je absoluut niet in je natuur willen hebben. Is ook voor je drinkwater natuurlijk niet echt bevorderlijk. Dus dat gebruiken we niet. En voor de rest, ja, als hij omrolt, rolt hij om. Dan ruimen we hem op. En voor de rest mogen ze blijven lopen tot... in principe is dit een gereduceerd aantal. Dus we halen er in principe niks uit. Alleen als een dier echt overlast veroorzaakt, dan gaat hij eruit. Als de hoeven verzorgd moeten worden, dan krijgen ze even een slaapje. Ja, als een beest iets mankeert en hij is nog wel goed, zeg maar, dus hij kan nog gewoon jaren mee, dan is het zo dat we nauw samenwerken met de veearts. Dan wordt hij verdoofd, dus dan gaat hij met een verdovingsgeweer wordt hij geschoten. Dan gaat hij tegen de vlakte, dan komt er een kraaltje omheen te staan. Dan wordt hij geholpen aan wat het beest mankeert. En dan, daarna loopt hij weer rond. Ja. Normaal, we krijgen wel eens klachten over de hoeven. Maar in principe breekt dat wel vanzelf af. Dus kijk, die nagels blijven altijd groeien. Dat groeit een beetje krom. En soms heeft een beest er wel wat last van. Maar uiteindelijk breken die nagels toch vanzelf af. Ja. Dus, is dat nou wat net even anders is in de Schotse hooglanden? Ja. Kijk, en hier heb je natuurlijk veel publiek. Dus dat publiek dat kijkt ernaar. Er wordt ook veel gefotografeerd. Ja, en als een hooglander een lange nagel heeft of zich verstapt heeft en daardoor een beetje mank loopt. Vooral een paard ook natuurlijk. Als dat even mank loopt, ja, dan hangen ze gelijk aan de telefoon of aan de e-mail. Van ja, dat beest is zielig. En wij hebben zoiets van, weet je, een beest moet niet lijden. Maar voor de rest, ja, het is wel natuur. Ja, het is natuurlijk het kan, toch... Het kan weer helen. Ja, en je kan hier niet zomaar even zeggen van, ik pak die hooglander even. En ik, of een paard. Ik bedoel, het zijn toch wel vrij wilde dieren. Ja. Daar ga je niet zomaar eventjes... Nee, er komt heel wat bij kijken, wil je zo'n beest kunnen vangen en daar iets mee doen. Maar het ziet eruit als een heerlijk leven dat ze leiden. Als er een hiernamaals bestaat en je mag terugkomen als dier, dan wil ik wel zo'n hooglander zijn. Ik wil de hele dag een beetje door die duinen sjokken. Heerlijk. Wat ik nu ook eigenlijk doe. Ja. Maar dan nog gewoon af en toe in bad. Beetje schurkenbad. Heerlijk eten. Ja. Je hoeft de hele dag niks eigenlijk. Heerlijk toch? Goed leven. Goed leven, ja. Absoluut. Nou is het zo dat er, dat we, dat vertelde ik al, we hebben een gereduceerd aantal.
Het geldt ook voor de paarden en ook voor de hooglanders. Dat betekent dus dat wij weten hoeveel er beesten er lopen. En wij willen dat er ook niet meer komen. Nou, met de paarden lukt dat in dit gebied niet helemaal nog, want er worden dus nog steeds veulens geboren. Ja. Maar met de hooglanders hebben we het wel onder controle. En dat betekent dus dat hier wel heel veel mannelijke dieren bij lopen, de stieren. Maar dat die allemaal geholpen zijn en dat het nu dus ossen zijn. En dat zijn de meest vriendelijke dieren die er zijn. En ja, die mogen hier ook gewoon tussendoor lopen. En eigenlijk als je zo'n beest dan helpt, castreert, dan gaan de hormonen er een beetje uit. En dan zijn ze ook niet meer zo wild en dan is dat groepsgedrag er een beetje uit. Maar voor de rest blijven ze wel gewoon lekker genieten van hun leven. Betekent dat er geen één kalfje is in deze kudde? Nee. Hier in de duinen? Hier in dit hele duingebied worden geen kalfjes geboren. Nee. En is het zo dat als uiteindelijk er Schotse hooglanders, er gaat natuurlijk wel eens eentje dood. Nou, die wordt afgevoerd. Als het mogelijk is, dat moet ook, want het is vee en het heeft een oormerk, dus het moet gewoon naar de destructie. En dan, uiteindelijk als ze dan te veel omrollen en het aantal gaat dan naar beneden. Nou, dan koopt de boer een aantal nieuwe hooglanders in, vrij jonge dieren meestal. En die worden dan wel, sowieso als het mannelijke dieren zijn, eerst geholpen. En dan krijgen ze weer een plekje in de duin. Ja. En zo houden we het aantal op peil. Ja, zo vernieuw je dat. Zo vernieuw je de kudde. Ja. Maar het zijn genoeg dieren om te zorgen dat, en ze komen overal vandaan, dus er zit genoeg bloedverwantschap in om te zorgen dat je voor inteelt en dat soort dingen. Uiteraard haalt hij die koeien weer ergens anders vandaan, ja. of mannelijke dieren die erbij komen. Dus ja, eigenlijk houdt dat zich keurig in stand. Dat zit goed. Ja. Dan is het wel altijd even de rangorde bepalen als er nieuwe dieren bij komen. Dan is het altijd heel onrustig, een hoop geloei en gedoe en zo. Ja, moet dat allemaal weer een beetje inschuiven in de kudde. En, ja, want vergis je niet, er is een absolute rangorde. Ja. Ja, er zijn echt leidkoeien en er zijn ook leidossen, zeg maar. Vaak zijn de mannelijke dieren ook, die lopen een beetje bij elkaar. Vooral de oudere mannen, zeg maar, die hebben ze van die groepjes. Net wat je bij mensen ook wel ziet. Ja. Van die vergaderplekjes. Ja. Ook heel leuk, we geven elk jaar ook Schotse Hooglanden colleges. Dat doen we met de boer. Dat kan je op onze website vinden, wanneer die zijn. Die zijn vooral in het najaar en de winter. En dan ga je dus met de boer naar de koeien toe. En dan legt hij allemaal eigenlijk uit van hoe zo'n koe werkt. En is vooral voor mensen die wat angst hebben of de duinen niet meer in durven of echt angstig zijn. Zou ik dat zeker aanraden, ga een keer mee met zo'n Schotse Hooglanden College. Want wij vinden dat iedereen gewoon welkom is in de duinen. Ja. En die moet zich niet laten weerhouden omdat we de beheerder nou zo nodig met die grote koeien wil gaan werken. Ze zijn ongevaarlijk. Ze zijn absoluut ongevaarlijk, maar het zijn wel grote dieren en ze zijn log. Ja. En ze hebben af en toe, ze hebben toch een beetje, wat vertelde ik net al, ze zijn toch een beetje de leidkoe. En als er nieuwe dieren bijkomen, zijn ze wat onrustig. Ja. Nou ja, weet je, zorg altijd dat je er met een boogje omheen gaat. Ja. Vijf meter afstand is gewoon een hele normale afstand. Kom er niet te dichtbij, zit niet aan die dieren. Voer ze ook absoluut niet. Nee, voer is uit en boze. Ja. Dus ik zie mensen, vooral die paarden, willen mensen nog eens gaan voeren of gaan aaien. Doe dat gewoon niet. Het zijn ook geen dieren die geaaid willen worden. Het zijn gewoon begrazingsdieren. Dus die lopen hier gewoon hun rol te vervullen. En ja, daar kan je gewoon niet als mens goed mee omgaan. Dus blijf gewoon en heb respect voor de dieren. Ja, ja. Nou, je kan je snoeiploeg wel afbellen. Ja, ja, dat wordt behoorlijk gesloopt. Ja. Dat is ook wel grappig als je ziet, daarom hebben we ook paarden en koeien, hè? Het grote verschil tussen een paard en een koe is eigenlijk dat een koe die graast met zijn tong, hè, dus die pakt met zijn tong, trekt hij het gras weg en een paard bijt het gras af. Ja. En wat hooglanders ook doen, dat kan je nou mooi in die bosjes zien, het zijn echt slopers. Ze hebben af en toe jeuk en dan gaan ze flink tegen die bomen aan staan rijden en soms ruimen ze echt boompjes op. Nou ja, in zo'n gebied als we hier staan, dit is een open gebied, hebben we ooit zo aangelegd en dat willen we ook open houden. Nu wilden we heel graag de paarden zien. Ja. En als bij verrassing. Ja, als je erom vraagt, dan komen ze, ja. Dan komen ze tevoorschijn. Zo'n stukje die kant op lopen. Ja, laten we maar eens bij ze gaan kijken. Struikel niet over alle mest die hier ligt. Er ligt wel wat. Ja, is ook een mooie aanvulling, hè, in het gebied. Kijk, het is natuurlijk hartstikke grappig, want er zitten natuurlijk geen medicijnresten in. Dus je ziet gelijk dat, nou ja, vliegen leggen hun larven erin. Maar ook denk aan heel veel kevers, hè. En ook bijvoorbeeld paddenstoelen. We hebben, nou ja, toen die hooglanders en paarden geïntroduceerd werden, kregen we er een heel veel soort nieuwe soorten paddenstoelen bij. Ja. Ook paddenstoelen die op mest leven. Oh, ja. Maar ook heel veel kevers.
Ja. Die bekende mestkevers die je op de Veluwe ook altijd wel ziet lopen. Die mooie blauw-zwarte kevers. Die leggen dus hun eier in die mest. Die rollen daar die mooie balletjes van. Nou, die hebben wij nu ook hier. Ja. Die beginnen hier ook te komen. Ja. Dus ja, voor de biodiversiteit is het ook een hele aanwinst. En het stinkt ook niet, hè? Nee, hier zou je. Het is gewoon gras. Het is gewoon verteerd gras. Ja. Voorverteerd gras. Exmoors, maar ik zie ook iets van een andere kleur. Ja. Ja, eigenlijk de paden die je ziet lopen, toen wisten we het nog niet zo goed. Dit was een van de eerste begrazingsgebieden. En toen waren we nog een beetje zoekende naar de paden. De koeien waren we gelijk uit, dat worden Schotse hooglanders. Maar de paden, ja, je hebt eigenlijk meerdere rassen die goed geschikt zijn voor begrazing. Ja. Voor natuurgebieden. En het is eigenlijk het bekende koning, waarvan hier een halfbloed staat. Ja. He, het bekende koningspaard uit de Oostvaardersplassen. Dus toch op. Ja, en nou ja, die andere die hier lopen, dat zijn de Exmoors. Ja. De Exmoor pony moet ik zeggen, heb ik ooit geleerd in Engeland. Want een paardenras uit vanuit het plaatsje Exmoor in Engeland. Ja. En die hebben we allebei erin gezet. Met het idee van, nou dan gaan we dat eens goed volgen en eens kijken van welk paardje nou het beste voldoet als begrazingspaardje voor de duinen. Nou, eigenlijk voldoen ze allebei wel. Alleen toch zijn we iets meer gecharmeerd van de Exmoor. En dat komt omdat de koning toch nog een beetje wat meer aanhankelijk van mensen kan worden. Dus als je die een beetje wil gaan aaien of gaan voeren, dan zijn ze daar toch wel gevoelig voor. En eigenlijk de Exmoor totaal niet. Die Exmoors die hier lopen, daar komt geen mens bij. Die kan je niet aaien. En bij de konings is het altijd een beetje zoekende. Nou ja, in het begin is het ook niet helemaal 100% goed gegaan met dat we geen jonge dieren willen. Nog steeds hebben we dat niet helemaal onder controle. Dus er worden nog steeds jonge veulens geboren. Ja. En in dit geval zitten dus ook mengdieren bij. Het middelste dier wat je hier ziet staan. Ja, dat is een halfbloed tussen de Exmoor en de koning. Ja, dus ze kunnen het goed vinden samen. Ja, ze kunnen het prima vinden. Ja. Er zitten ook gemengde groepen tussen. Dus die rassen maakt niks uit. Maar ze hebben wel echt weer die populatieopbouw. Hè? Dus echt weer die rangorde onderling. En het kan best gemengd zijn. Nou ja, en deze, dat als je het paard ook goed bekijkt, dan zie je de zwarte streep op de rug van de koning. En bij de poten zitten ook die zwarte lijnen er een beetje in. Ja. En de kleur natuurlijk. Ik vind het wel heel leuk, maar jullie hebben het liever niet. Liever de twee rassen. Ik hou liever rassen zuiver. Ja. Weet je, als je met een ras gaat grazen en je wil daar ook mee voortplanten, hou het dan zuiver, zou ik zeggen. Dan heb je vooral die oud-Hollandse rassen. Het is natuurlijk echt hartstikke leuk om dat gewoon in ere te houden. We hebben ook wel veel gewerkt met geiten. We hadden ook de echte oud-Hollandse landgeit. Nou ja, dan moet je geen andere geiten bij gaan zetten, vind ik. En mee gaan switchen en doen en zo. Dat wordt natuurlijk heel veel wel gedaan. Maar ja, ze lopen er nu. En voor de rest is het een prachtige combi hoor, van allebei. En hij doet ook net zo hard zijn werk als een ander. Ja, en ze gaan ook goed met de koeien samen? Ja, ze gaan prima met de koeien. Ja, en ze gaan ook prima met de andere ruiters die in het gebied zijn. Dus ja, dat is natuurlijk toch altijd een beetje afwachten hoe dat gaat in het begin. Als ze dan toch een tochtige merrie waar iemand oprijdt in het tuingebied zich bevindt. Ja, dan hebben die hengsten daar natuurlijk toch echt wel heel snel in de gaten. Dus worden er dan achtervolgingen gepleegd of dat soort dingen. Maar het valt allemaal echt reuze mee. Geen ook met de hooglanders en paarden, eigenlijk gaat het helemaal prima. Ja. Ze zijn geaccepteerd door de mensen. En eigenlijk zijn ze zelfs heel erg geaccepteerd door de mensen. Want een vraag die ik veel krijg is van waar staan de paarden of waar zijn de hooglanders? Vooral kinderen die willen dat graag zien. En ik stond laatst in het duinterrein, toen was er een jong veulen geboren van denk een week of vier. En er was een klein meisje. En nou ja, normaal kan je die paarden totaal niet benaderen. En dat meisje dat stond gewoon te knuffelen met dat veulen. En ik wilde er als volwassen ook naartoe en dat lukte absoluut niet. Het paard liep weg. Nee. Dus ja, die paarden raken toch een beetje gewend aan die mensen. Ja. Hoop wel dat het goed gaat. En als ze ook echt overlast gaan veroorzaken, ja, dan gaat zo'n beest er gewoon uit. We willen het gewoon absoluut veilig houden. Tuurlijk. Dus de mensen moeten hier welkom zijn, moeten niet bang zijn en moeten gewoon hier durven komen. Ja, ja, begrijpelijk. Ja. Dus, ik vind ze prachtig. Ja. Ja, nou, met jou heel veel mensen. Ja. En met mij ook. En ook vooral, er wordt ook veel gevraagd van blijven die beesten dan hier het hele jaar en moeten ze dan in de winter niet bijgevoerd worden? Of nou ja, uiteraard houden we de dieren goed in de gaten. Maar ja, je ziet al deze drie, die zijn in een prima conditie. Ja. Mooie glanzende vacht. Ja. We hebben er ook een beetje als boswachter wat bijscholing in gehad. Dat we in ieder geval een paard kunnen beoordelen op hoe de conditie is. Maar ja, de paarden zien er gewoon prima uit en kunnen ook 's winters gewoon buiten blijven. Ook met -15, -16. Ze trappen die,
het ijs stuk om bij hun drinken te komen. Ja, ja. En nee, gaat helemaal prima. Ja, super. Het enige kleine probleempje is nog dat we in dit gebied nog eventjes de hengsten goed moeten vangen en helpen. Ja. Dat we het aantal goed onder controle kunnen houden. Hoe kan het dat niet gelukt is? Het is erg lastig bij paarden. Bij paarden duurt het lang voordat de ballen ingedaald zijn, zeg maar. En als je dan uiteindelijk zo'n hengst te pakken hebt en je wil hem helpen, dan is er nog maar één bal. Of dan, nou ja, zo is het een beetje misgegaan. En ja, als je dan weer jonge dieren krijgt, dan kunnen ook weer hengsten bij zitten. Dus dan blijf je achter de wagen aanlopen. Ja. Ja. Maar goed, we gaan het nu wel weer proberen. Ja. We gaan ook met een nieuwe veehouder in zee voor dit gebied. En nou, eens kijken of we het helemaal voor elkaar kunnen krijgen. Want ja, als er echt te veel komen, ja, dan zal er een deel gevangen moeten worden. En ja, dat is natuurlijk altijd lastig. Vooral met paarden vangen, afvoeren. En geeft een hoop stress bij dieren. En dat wil je eigenlijk niet. Je wil eigenlijk gewoon zo'n beest erin zetten. Joh, en leef je leven hier totdat je vanzelf omrolt. En prachtig mooi. Ja. Maar dit jaar genieten we dus nog van de veulentjes. Ik zou er nog van genieten. Ja, ze zijn er nu nog. Dus zolang wij het nog niet helemaal onder controle hebben, kunnen jullie nog genieten van de veulens. Ja. Oké, zullen we nog even verder lopen? Ja, is prima. Ja, die beesten eten werkelijk alles, hè? Nou, dat is niet waar. Ze eten heel selectief. Want er zijn natuurlijk toch een heel aantal giftige planten. En daar blijven ze echt vanaf. Ja, er zijn hier allerlei planten die gewoon, je ziet op dat veld ook die kattenstaarten die bloeien. Ja. En je ziet hier wel wat hertshooi staan. Maar er zijn echt planten die daar blijven ze vanaf. Vooral die giftige planten, daar eet ze een heel klein beetje van. Voor de maag of zeg maar als een soort medicijn weten ze dat. Maar er zijn ook planten waar ze echt, die kunnen ze niet eten hoor. Nee. Dat is bijvoorbeeld de brem. Dat is ook zo'n plant, kunnen we misschien zo wel even naartoe lopen. Maar die brem zie je ook echt, ze slopen hem wel. Maar je ziet er niet echt happen van nemen, want die is toch echt goed giftig. Okay. En het leuke is, dat weten ze gewoon. Ja. Het zit gewoon in de genen ingebakken. Ja. Dan denk je van zo'n paard, hè, neem de taxus, dat is zo'n naaldboompje. Nou, dat is de venijnboom, dat heet niet voor niks zo. Dus echt super giftig, staan in dit terrein ook wel. Er wordt dus af en toe een hapje van genomen. En die blijven in de winter groen, hè? Dus het ziet er echt aantrekkelijk uit. Zeker met sneeuw, om er lekker van te gaan eten. Ze doen het niet. Nee. En elk beest weet het. Prachtig hoe dat werkt. Ja. Kijk, ze staan ook lekker tegen elkaar aan te schuren. Ja. In de schaduw. Luc, dankjewel voor al je informatie. Graag gedaan. Ik vond het heel interessant. Ja. En graag tot de volgende keer. Ja, en ik zou zeggen tegen de mensen, pak je fiets en fiets een keer naar het woud. En hier op de Herenweide, het fietspad ligt ernaast en zijn ze bijna altijd te vinden. Dus ja, is genoeg te zien. Kom lekker genieten van de dieren. Ja. Ja? Oké. Okay. Tot ziens. Jo, tot ziens.